In Syrië is een Nederlander omgekomen die daar vrijwillig vocht tegen IS. Het gaat om de 24-jarige Sjoerd H. Zijn overlijden is door het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd aan RTL Nieuws. Hij zou het slachtoffer zijn geworden van een autobom. Sjoerd H. vocht sinds vorig jaar in Syrië aan de kant van Koerdische strijders. Naar eigen zeggen hielp hij de stad Tabqa bevrijden van IS. When we came there, a lot of people were actually relieved, happy. Everybody asked for cigarettes, men, women, children. So the children play around the football. People are free to do what they want again. Vorig jaar sprak hij met een Amerikaanse krant. Hij vertelde dat hij was opgegroeid in de Randstad en vroeger vuilnisman was. Hij had geen officiële militaire opleiding. Dit zijn beelden van april vorig jaar. Sjoerd H. knielt bij een groepje mannen, waarschijnlijk gevangen genomen IS-strijders. Hij laat ze een strijdlied zingen van de Koerdische PKK.